Ja, ik las de statistiek. Na jouw doelpunt. Derde doelpoging op rij. Derde doelpunt. Wel heel effectief. Ja, klopt. Kan ik niks anders zeggen. Volgens mij met rechts eentje. Eentje met links en de kopbal. Dus ook nog uit alle standen en op alle manieren. Dus ja, dat is een beetje de fase waarin ik in zit. Dat, ik heb een fase daarvoor gehad waar ik elke na de wedstrijd dacht van hoe kan deze bal er nou in zijn gaan, weet je wel. Je doet hetzelfde als altijd, denk je. Alleen toch ontbrak een beetje het geluk en de vorm, denk ik, om ze wel te maken. En die is nou duidelijk aanwezig en dat zie je, elke bal is raak. En toen ik eenmaal die eerste had gemaakt vandaag was ik ook weer gelijk dicht bij de tweede. Dus dat is een goede fase voor mezelf en dat denk ik wel heel belangrijk ook voor de ploeg. Nou, je was twee keer dichtbij een tweede doelpunt, hè? Ja, klopt. De eerste weer een eerste goal. Toen weer een bal van Mimoum op maat die op de paal ging. Heel kort erbij. En toen nog een actie zelf in de 16 korte hoek die de keeper pakt. Dus ja, dat waren gewoon goede momenten voor mezelf. En dat zegt een beetje iets over de fase waarin ik in zit. Dat veel dingen nu wel goed gaan. En dan komt mijn kwaliteit erboven, denk ik. Ja. Nou, je krijgt de kansen ook. In de eerste helft hebben jullie weinig kunnen creëren. Wat was het verschil tussen de eerste en tweede helft? Want ik had het gevoel dat met name voorin wat minder mensen rondliepen. Ja, eerste helft altijd moeilijk. Ik had het gevoel dat ik ook wat op een eilandje stond. Twee centrale verdedigers, eentje dekte door, andere pakte de ruimte in de rug. Heel makkelijk te verdedigen, denk ik. En de tweede helft hadden we wat meer lopende mensen vanuit het middenveld. Mimoum kwam wat korter bij me spelen. Dus die was ook één centrale verdediger aan het binden, waardoor ik meer ruimte kreeg. En sowieso, we starten beter. Ik kwam beter in de wedstrijd. En een goal geeft dan vertrouwen. En toen was het moeilijk achterin bij hun, want het ging nog wisselen op een gegeven moment. Dus dat was een compliment aan ons. En dat was het grote verschil.